Wubbels. Ik Wubbels. Nou, dan gaan we even kijken. Wubbels, kijk. Komt zo. Ja. Mooi, hè? Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, ik zou zeggen een hele goede zondagmiddag. Want we leven inderdaad op zondag 7 maart om 11 minuten over 1. Dan heb ik mijn bak koffie bezig en ik wil een broodje. Daarna ga ik met die dames uit en ik moet naar de Action. Ja, ik neem jullie wel mee, met de dieren dus niet. Nee, en bij de Action ga ik niet filmen, maar... Wie weet, kom ik wat leuks tegen, het zijn een zwaan of weet ik wel wat. Ja toch, ik wil dat geen dieren erbij hebben, nee. Die blijven dan lekker thuis, simpel. Maar welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Ja, we zijn weer helemaal van de partij. Waterkoker begint te koken, de twee dames zijn buiten in de tuin. En Kanalle die zit op de vensterbank. Dus ja, en in de keuken is nog één dikke bende en het boeit me lekker niks. Nee, kijk maar eens mee. Oh, de kookplaat is wel schoon. Die heb ik gisteravond nog schoongemaakt, maar die zag er ook niet uit. Maar ja, ik heb geen pannen in de afwas, niks. Ja, borden, nou ja, lekker belangrijk. Ik was een bord af en een keer weer eten, ja toch? Zo, lekker bakje koffie. En een broodje, zei ik, ja. Maar wat ik daar allemaal op doe, nou dat sta je versteld van. Maar ik lust geen boter, nee. Nou, dan pak ik weer de vleeswagenbak. Dan moet ik die er even uithalen. En die pakken. En dan kan die weer terug. Zo. Even doekie. Zo. Ja. Die daar naartoe. En dan een broodje gelegd in de magnetron. Die gebruik ik ook als korst. En nee, ik heb alleen nog heel veel pijn. Want ik werd vanochtend vroeg, heel vroeg wakker. Kramp in mijn kuiten. Nou, jullie weten denk ik wel hoe pijnlijk dat kan wezen. Heb ik dus nou nog last van. En... mijn nek, plus mijn schouder, naar mijn hoofd. Nou, dan weet je het wel hoe ik het voel, maar gewoon doorgaan met die banaan, ja toch? Ga niet zielig lopen doen, want er zijn nog altijd mensen die het nog erger hebben dan ik. Zo is dat. Ja, mensen in rolstoel, nou, wat markeren die wel niet. Hè? Net zoals mijn man, die verging ook dagelijks van de pijn. Maar ja, die ging ook door. Maar, ach ja, ik vind het denk ik niet zo leuk hoe het weer buiten is. Grijs, grauw en triest. Ja. Ik heb wel de zon even gezien, maar dat was maar waterig. Waterig zonnetje. Dat wil je niet hebben. Kijk, dan moet ik hem eens gaan wassen. Nou, doen we dat toch even. Ik heb nog wel meer mensen hoor, maar die snijden haast niet. Ik heb splinter nieuwe mensen, maar ik gebruik ze niet. Nee. Splinter, ik heb splinternieuw bestek toegekocht. Toen was mijn mannetje al overleden. Mooi bestek hoor, om te zien. Echt wel. Ik zal het even wat pakken. Even een vork. Kijk, er zit een dingetje op. Zien jullie dat? Ah, man. Zo, hij is mooi. Dan kun je hem nog weer afwassen ook, maar dat is niet belangrijk. Nou, zo ziet de lepels en de theelepels of koffielepels, want het zijn van die grote. En messen er ook uit. Maar die messen die snijden voor geen meter. Nee, nou, dan neem ik liever zo'n mes, die snijdt de meeste. Gewoon een goedkoop keukenmesje. Ja, gewoon een goedkoop broodmesje. Nou, en dan heb ik zulke soort bruin brood. Karin die heeft mij er ooit op gewezen, man, dat is niet zo gezond als normaal bruin brood. Nou, ik heb het nagevraagd, maar kan net zo goed, want er zit net zoveel vitamine en alles wat ik nodig heb dan
wat er ook in bruin brood zit. Dus ja, lekker een balletje eten. Ja, toch? Maakt mij niet uit hoor. Ja, ik wil geen brood eten. Ik ben van mijn brood gewoon uitgegeten. Ja. Nou, ten eerste gaat er een plak kaas op. En wat voor kaas? Nou, het is niet van die harde, want dat kan ik niet eten. Goudje 48 plus belegen. Gaat er eerst op. Nou, dan gaat de vleeswaren er weer op. En dan gaat die bak open. Dan heb ik een plakje leverkaas. De laatste, maar ik heb in de koelkast meer. En dan kan die weg. Omdat er weer eentje om me heen zit, kan dat? Ja. Dan heb ik nog een bak die is ook leeg, dus ik moet nieuwe pakken. Dus dan pakken we nieuwe. We hadden gisteren ham erin, dan neem ik dan salami. En de leverkaas die komt vanavond wel weer eens. Woef. Ik woef. Nou, dan gaan we even kijken. Woef, kijk. Komt zo. Hey, jij joh. Daar komt een meis. Nog één? Moet jij ook nog naar binnen? Ja, ook. Nou. Ja, dat ruikt lekker, hè? Ah, en daarom willen jullie binnenkomen, hè? Er valt weer wat te halen, hè? Potverdikkie, hè? Er valt weer wat te halen. Ja, dan moeten we er als de kippen er weer bij wezen. Hé? Ja, dan moeten we er als de kippen er weer bij wezen. Maar ik moet eerst dit los zien te krijgen. Soms heb ik daar veel moeite mee. Ja. Zo. Dat is in ieder geval los. Dan moet die deksel eraf. Kijk, en dan... Hup. Mag ik er even bij? Ja, jullie krijgen. Ja, jij krijgt ook. Ja, eerst de meisjes. Meisjes gaan voor. Dan pas de jongens. Ja, je krijgt nou ook. Ik ben bezig. En de andere helft laat ik nou weer leggen tot de volgende ronde. Ja, dan pak ik nog een plak. En dan leggen we die er bovenop. Zo. Deksel erop. Kan dat dus in de koelkast. En wat heb ik dan? Nou, een broodje met kaas. Ik hoop dat het te zien is. Ik draai hem even om. Is het wel te zien. En een plak, nou weet ik het niet meer. Ik weet het even niet meer hoe dat heet. Nou ja, daarnet wist ik het nog. En salami. Dus ja, komt allemaal goed. Ik kijk wel even naar wat het woord heet. Want ik heb leverkaas. Weet ik het? Leverkaas. Nou, het komt allemaal goed. Dus, nou, dan is het een mes met de botte kant ertussen. En dan kun je het zo dubbel vouwen. Oh, al het verkeerd. Zo. Nou, dan heb ik een broodje. En koffie. En dan ga ik even lekker even nuttigen. Daarna haal ik de meid uit. En dan ga ik naar de... ik moet om 2:50 wezen in ieder geval. Dus ik zou zeggen tot later. Doei. Zo, lieve vrienden, de lieftallige dames zijn ook al uit geweest. En het is nog te vroeg om weg te gaan naar de andere kant van de Helder, ja. Dus dat komt nog wel, maar... Kijk, nog een half uur, ja, goed half uur wachten. Ik heb mijn jas hier wel neergegooid, ik denk, hoef ik niet weer naar de hal toe. Ja, toch? Ik heb een lekker bakje koffie achter me staan. De andere kant op. Je wilt die kant op, maar hij staat. Nou ja, jullie zien hem wel. Maar ik laat nog even wat zien, want hij begint wel echt mooi naar de kluiten te wassen hoor.
Zien jullie wat? Ik zie het zelf niet eens. Elwin, ga eens even naar de kant. Dank u. Mooi, hè? En hoe groot die ook is, hè? Want als ik hem nou opschuif onder die bel zet, dan moet ik zo even kijken. Ik zie het zelf niet eens. Oh, wat erg. Zo. Moet ik zelf eens zoeken. Maar het is waar de camera is, hè? Kijk. Het is eigenlijk maar een stukje, hoor. Jongen, dat gaat toe. Maar hij is mooi. En die is nog dicht. Met dit begin ik een stukje te open op twee puntjes na. Ja. Hij is zo vreselijk lang. Oh. Neem hem weer terug. Zo. Ja, hij is echt vreselijk lang, niet? Wat een dikkie. Zo, weer even naar elkaar geschoven. Ja, nog even lekker een bak koffie drinken. En de televisie alvast aandoen voor de dames. En als ik dan weer terugkom, dan gaat hij weer uit. Ja, want dan moet ik voor de computer. En dan moet ik weer aan de gang met renderen en filmpjes in elkaar te zetten. Ik lijk wel of ik loemt. Ja, je wilt altijd ergens anders naar kijken dan dat je moet kijken. Ik moet eigenlijk gewoon recht voor me uitkijken. Maar ja, dat gaat meestal moeilijk, want je wilt altijd afdwalen van waar is die camera, weet je wel. Maar ja. Die camera die zit eigenlijk daar. Jo, daar. Zo. Ja. Dus ja. dat is gewoon zo. Maar ja, oké. Okay. Maakt allemaal niet uit. Misschien moet ik ook wel echt, wat weet ik ervan, moet je in real life bij me voorkomen te staan. En dan is het ook allemaal goed. Ja, toch? Ja hoor, vind ik van wel. Maar oké, okay, lieve vrienden, geniet verder. Ik ga dus straks naar de Action om een kabeltje op te halen die aan mijn telefoon kan, maar ook aan mijn computer kan. De kabel die bij mijn telefoon hoort, die kan niet aan mijn computer gekoppeld worden. Dus ik moet iedere keer dat laadje van boven eruit halen met een voorwerpje wat ook bij mijn telefoon hoort. Dan moet ik dat kaartje eruit halen, moet ik in de kaartlezer doen. Dan kan ik pas aankoppelen. Wat de toestanden, ik wil meteen, weet je. Niet dat gedoe. Ja, en nou kan ik ook niet eens niet de filmpjes eraf halen die ik in wat is app binnenkrijg. Nou, dat wil ik wel. Ja, maar dat gaat dus niet. Nee, dan moet dat weer via de computer, moet ik wat is app openen en daar kan ik het dan pas eraf halen. Wat een rompslomp toch. Moet ze in het één keer kunnen, net als mijn oude telefoon. Maar ja, oké, okay, dat zijn weer de nadelen van een nieuwe. Ja, en daar moet je mee dealen. Helaas, maar waar. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, toedeliedokies. Ja, lieve vrienden, twee zwaantjes. Oh, waar zijn ze nou? Daar. Ik heb even goed ingezoomd. Even een stukje terug. Er zijn er twee. Ik probeer eventjes naar de overkant te rijden, ondanks dat ik ingezoomd ben. Ik ga even anders zitten, zo. Ja. Mooi, hè? Maar ik had het wel gehoopt dat ze hier weer in de buurt zouden zijn. Want ze komen ieder jaar weer terug. Ik vind het geweldig. Ja. Mooi, hè. Gigantisch mooi. Maar ja, ik heb mijn nodige spullen weten te kopen bij de Action. Dus we gaan gauw naar huis en thuis vlog ik dat wel weer. Tot straks. Ja, lieve vrienden, zoals ik al had beloofd, zou ik als ik thuis kwam weer eventjes jullie erbij pakken. Ja, en ik heb er dus twee gekocht.
Dus ja, dat is straks uitproberen. Maar ik heb nog meer gekocht en dat pak ik er even bij. Ik heb geurtjes gekocht, want ik had bijna geen geurtjes meer, zoals ik al had aangegeven. Nou, Van Geels, weet ik veel, ik ken het hele merk niet. Ik heb ook nog niet geroken, zoals jullie zien. Want het moet vlug, vlug, vlug. Je hebt maar 10 minuten de tijd. Ja, nou, in 10 minuten tijd kan je niet veel. En dan moest je nog ruimte maken voor mij. Om er doorheen te kunnen, want anders had ik er niet bij gekund. Hier zit gold in. Ik heb een geurtje, er zit gold in. Wat veel goud. Ik weet niet of jullie dat zien bewegen. Maar dat zie ik helemaal bewegen, ja, leuk. Er zit goud in, Karin. Ja, ook die heb ik nog aan de telefoon, Karin. Twinkling sparks. Boeie, ik in die Engels hoor. Shake to shimmer. Oh, nou, het zal. Nou ja, dan ga ik glitteren. Wow, woepie. Ik ga glitteren. Nou, we merken het wel. Ja, toch? Ja. Maar in ieder geval, ik ga een bak koffie maken, lieve vrienden. En ik ga het straks lekker uitproberen om leeg te maken. En dan zullen we het beleven. Ja. En dan kun je gelijk ook opladen, want hij loopt ook aardig leeg. Hij heeft weer input nodig. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ook namens Karin die ik aan de telefoon heb, een hele liefdevolle middag nog verder gewenst. En we spreken elkaar straks sowieso wel weer. Tot dan. Ja, lieve vrienden, ik hou hem nou maar eventjes in mijn handen, want mijn statief staat op de eettafel. We gaan maar eens eventjes lekker naar bed toe. Ja. We gaan slapen. Want het is alweer laat. Het is al 3 uur. En dat is alweer op maandag. Dus we sluiten de zondag maar even af. Ik weet niet eens niet hoeveel het ook alweer vandaag was. Oh ja, dat was de 7e. Dus we zitten alweer op de 8e. Maar dat komt straks wel. We gaan lekker eerst slapen en dan zien we wel weer. Mijn stem die laat het al afweten omdat ik moe ben. De meisjes leggen hier ook. Daar ligt er één. En daar ligt er één. En ik zou zeggen, morgen gewoon weer een nieuwe dag. En die beginnen we hopelijk met een glimlach voor iedereen. Waar we van houden, maar ook voor de mensen die we niet kunnen. Gewoon even een glimlach. Dat is al een goed gebaar, want we houden toch immers allemaal van elkaar, of niet dan? Ja, heb elkaar lief, want er is al genoeg verdriet. Vooral nu met deze achterlijke gedoe, daar in Den Haag. Hoe alles in een kop, om de avondklok weer te verlengen. Ik kan er met mijn pet niet bij. Het helpt niet, want de cijfers is juist weer omhoog gegaan. Maar ook dat is een leugen. Ja, je moet maar meer onderzoeken gaan doen. Luister ook naar Terry Baudet. Ik weet niet of ik zijn achternaam goed uitspreek. Ik kan het wel schrijven, maar uitspreken, ik weet het niet. Maar in ieder geval, luister ook naar hem. En Wilders, die schijnt ook heel goed te zijn. Maar ja, ik weet het allemaal niet. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar in ieder geval, doe je huiswerk, kijk en luister ook naar degene waar de anderen te melden hebben, die daar ook werken. En laat Rutte wat Rutte is, want die maakt de hele bende stuk met die Hugo de Jonge. Ze maken het hele boel kapot. En dat willen ze, want daar zijn ze mee bezig, want er is nog veel meer op stapel wat hun willen. Ja, nou laten ze maar weg. Ik zeg niet dat ze dood moeten hoor, dat niet. Maar gewoon weg, de laan uit. Laat ze maar putjes scheppen worden. Ja, simpel. Maar oké, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een welterusten slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer met zien te komen. Tot dan. Doei.